Ja, je bent altijd even boos natuurlijk, of boos is misschien niet het goede woord. Teleurgesteld? Teleurgesteld dat het niet helemaal loopt zoals je wilt. Maar goed, dat hoort er ook bij. En het is nu tijd voor iets nieuws en ik ben bij Os en daar focus ik me gewoon op. Ja, voor mezelf voelt het heel lekker. Ik ben natuurlijk blij dat ik gewoon weer kan voetballen en mee kan doen in wedstrijden. Dat is natuurlijk waar je voetballer voor bent. Dus nee, ik voel me prima. Nou ja, allereerst snap ik natuurlijk dat daar vragen bij komen. Ik had natuurlijk op dat moment wat je zegt geen contract, dus dan is het logisch dat mensen daar in ieder geval vraagtekens bij zetten. Maar naar mijn weten is dat toen ook gewoon heel duidelijk gecommuniceerd vanuit de club dat ik speelde vanwege een kleine selectie met heel veel wedstrijden. En omdat op mijn positie, in de rol die ik speel op het middenveld, hadden ze geen andere speler. Dus ja, dat was eigenlijk een van de hoofdredenen dat ik zoveel speelde. Ja, dat is natuurlijk denk ik klare onzin. Voordat ik aansloot om te trainen bij NAC, hele duidelijke afspraken gemaakt met de technisch directeur, de trainer en de hoofdscout Peter Maas. Over waarom ik aan zou sluiten, hoe lang ik aan zou sluiten en wat de reden daarvan was. Ik denk dat het een beetje sensatie zoeken is om familiebanden erbij te halen. Vond je dat vervelend dat die familiebanden erbij werden gehaald? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik wil gewoon voetballen en ik wil dat mensen me beoordelen op hoe ik voetbal. En of dat goed of slecht is, dat is dan ook aan hun. Maar ik had het idee dat ik nu wel door een andere bril werd bekeken dan de rest van de groep. Ja. Is dat tegen je gewerkt, denk je? Ja, ik denk dat het in ieder geval niet meegeholpen heeft, nee. Laat in de binnenkant uitzakken aan het meenemen. Ja, nou ja, het is natuurlijk nooit leuk als zoiets gebeurt en dat is ook emotie. Dus daar wil ik eigenlijk niet veel over zeggen. Is er rancune richting NAC? Vanuit mij bedoel je? Mm-hmm. Nee, ja, weet je, nee. Ik bedoel, ik heb heel mijn leven lang bij NAC gevoetbald en ik kom uit Breda. Dus ik wil ook dat de club het goed doet en succes behaalt. Ik had graag gezien dat het wat anders was gelopen natuurlijk wat mij betreft. En misschien ook richting de media wat er allemaal de wereld in is geholpen. Dat de club me misschien daarin iets had kunnen beschermen, maar... Maar ik heb verder geen slechte gevoelens richting NAC. Niet boos? Ja, je bent altijd even boos natuurlijk. Of boos is misschien niet het goede woord. Teleurgesteld? Teleurgesteld dat het niet helemaal loopt zoals je wilt. Maar goed, dat hoort er ook bij. En het is nu tijd voor iets nieuws en ik ben bij Os en daar focus ik me gewoon op. Zeker een bijzondere wedstrijd. Ik bedoel, ik ben nog nooit als tegenstander in het NAC-stadion geweest. Dus... Ja, ik ben benieuwd.